Hi, ik ben Gerard. Ik ben de trainer van Falco. Dit is Falco. En hier moet je het dan proberen vol te houden, want hier ligt voor hem de winst. Falco Zandstra lapt het hem voorlopig toch weer. Hij nestelt zich na 3 ritten op de eerste plaats in het tussenklassement. Met toch een aanzienlijke voorsprong op alles wat daarna komt. 25 jaar geleden. Was het 25 jaar? Ja, zo'n 20 kilo. Zo'n 20 kilo geleden hebben we heel veel met elkaar getraind. Jullie kennen Falco wel, wereldkampioen schaatsen. En we hebben in die tijd natuurlijk ongelooflijk veel getraind. Elkaar jaren later weer tegengekomen, zoals nu. En we zijn weer opnieuw begonnen. We hebben elkaar weer gevonden. Je bent begonnen met een nieuw programma. Je traint nu ook weer. Ja. Je hebt heel lang niet getraind, denk ik. Te lang eigenlijk. Ja. He, dus na het sporten dan, je verbrandt geen vetten meer en je wordt alleen maar zwaarder. Ja. Dus we zijn blij dat we elkaar tegengekomen zijn. Ja, en ik ben natuurlijk nu een soort anti-aging als personal trainer verder gegaan. Dus ik train nog steeds. Dus vandaar dat ik nog steeds in shape ben. Maar eerlijk is eerlijk, ik gebruik ook 1 keer per jaar burner vet. Met name vlak voor de vakantie. Een soort zwembroek klaar te zijn. Maar het bevalt prima, het gaat goed, hè? Ja, het eten is ook heel goed te doen. Goed vol te houden. Je hebt geen honger meer tijdens je dagelijkse leven. Nee, want vroeger was je nog wel een beetje een snaier, hè? Tussendoor wat snacken en wat zoetigheid. En dat heb je nu geen last ja, van? Ja, ik had toen last van chips en alles wat kraakte in je mond. Dat vond ik heerlijk natuurlijk. Ja. En dat heb ik nu eigenlijk geen behoefte meer aan. Ook omdat je suikerrus daar ook door gaat. Dus. Ja. En dus alleen maar positief. Hoeveel kilo was je toen je wereldkampioen werd? Weet je dat nog? Ik denk net onder de 80. Oh ja, en nu ben je rond de 100. Ja, helaas. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik merk het zelf ook, want jij bent nu tegen de 50 en ik ben inmiddels in de 60. En je stofwisseling gaat gewoon naar beneden. Dat betekent eigenlijk dat als je nu de helft eet van wat je vroeger at, dan word je nog steeds dikker. Terwijl vroeger kon je natuurlijk... Verbrandde je het wel. Ja. Dat is natuurlijk wel anders. Maar gelukkig, dankzij de burn the fat methode, komen we weer terug in shape. Dus dat is eigenlijk wel tof. Ja, mee eens? Helemaal mee eens, ja. Nou, burn the fat. Burn the fat.